Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in week 43. Ik heb gezegd dat ik altijd een filmpje zou maken, ook als ik niks te vertellen heb. En ja, dit is zo'n week. Ik heb eigenlijk niks te vertellen. Dus het wordt een heel kort filmpje. Doei. Nee hoor. Het klopt wel, ik heb niet zoveel te vertellen. Maar zo kort met ook weer niet. Hè? Ja, week 43 betekent dat we zo meteen weer een tijdsverschuiving hebben. Ik moet zeggen, deze tijdsverschuiving vind ik nooit zo erg. Even het najaar, dat betekent dat je een uur langer kan slapen, dat je een uur langer hebt. En daar heb ik nooit zoveel moeite mee. De vorige keer, toen we een uur korter hadden, moest ik werken in een nachtdienst. En het is een slaapdienst, dus je mag slapen, maar dan slaap je dus gewoon een uur korter. En nu moet ik morgenochtend werken, maar dan kan ik dus gewoon een uur langer slapen. Dus dat is wel relaxed. Dus ja, met deze verschuiving doe ik niet zoveel moeite. Nadeel is wel, ja, dat het sneller donker is en zo buiten. Ja, dat is 's morgens. 'S morgens is donker, 's avonds is donker. Dat is jammer, maar op dit moment schijnt het zonnetje. Dus bij hoor je niet klagen. Ja, er zijn mensen die hebben echt wel last van die ritmeverschuivingen. En de ritmeverschuiving waarbij je een uur later, waarbij je een uur extra hebt, vind ik niet zo erg. Maar die andere heb ik altijd wel wat moeite mee. En ja, wat ik zeg, dat weer, dat het al donkerder wordt buiten, dat vind ik altijd wel jammer. Maar er zijn echt mensen die er echt veel last van hebben. Dus eigenlijk ben ik er wel voor, dat idee om het af te schaffen. Om gewoon standaard voor de wintertijd te gaan. Stuk minder stress, stuk minder opletten, ook fijn. En je kan gewoon lekker je normale ritme aanhouden. Dus dat vind ik wel een voordeel. En verder. Over ritmes gesproken. Ik zit er weer lekker in mijn normale ritme van exerciseren, studeren en mediteren. Het was een tijdje even een beetje dodgy. Ik heb een keertje begonnen, ik werkte naar migraine. Ik had een tijdje geleden begon ik en dan had ik na een verrekte spier in mijn heup. Dus dan, ja, dan zit je er toch wel minder lekker in. Maar ik moet zeggen, nu weer een paar keer achter elkaar, het voelt weer goed. Appen gaat weer makkelijker. Het voelt weer zoals ik gewend ben dat het voelt. Dat het wel een beetje moeite kost, maar niet zo heel veel moeite. Dus dat het gewoon lekker voelt. En dat was de bedoeling. Dat was immers ook het doel ervan. Eén doel ervan was wat lichaamsbewegingen gewoon goed voor mezelf zorgen. Het andere doel was iets wat goed vol te houden is. En nou ja, op het moment dat het gewoon goed voelt en het kost je niet al te veel moeite, blijf je doen. Dus dat is nog steeds een goede deal. Dus, ik heb gewoon wel eens vaker verteld. Hè. Ik heb een routine bedacht die zo'n kleine 3 kwartier duurt. Dan doe ik eerst 1 of 2 nummers dansen. Dan pak ik mijn appwheel. Ik begon ooit met 15 repetities. Ik doe nu 30. Dan ga ik trampoline springen, 2 nummers. Dan pak ik mijn gewichtjes, doe ik daar wat oefeningen mee. Dan weer dansen, weer 30 op mijn appwheel. Weer trampoline en weer gewichtjes. En dat is dan die hele routine. Ik heb het expres zo gedaan. Omdat je dan de cardio en de spieroefeningen een beetje kan afwisselen. En omdat het steeds korte oefeningen zijn, blijft het ook leuk om te doen. Dus dat is de reden. Het kan allemaal thuis, ook wel relaxed. En ik heb daaraan gekoppeld studeren en mediteren. De reden dat ik dat heb gedaan is omdat zowel studeren als mediteren, ik heb de neiging om dat uit te stellen. Omdat gewoon, ik wil het dan wel doen, maar dan lukt het niet. Weet je, dat ADD dingetje misschien, maar ik kan mezelf dan heel moeilijk toezetten. En om dat probleem niet meer te hebben, heb ik het gewoon gekoppeld aan mijn routine. Dus als ik dan die routine doe, zit daar automatisch studeren bij en automatisch mediteren. Dus dat is voor mij een hele goede manier om actief te blijven in de dingen die ik graag wil doen. Misschien een tip voor anderen ook. Ik heb laatst ook bedacht, laatst gisteren, dat is heel laatst, dat ik wat minder pyjama dagen ga doen. Nou, je ziet mij niet vaak in een pyjama hier, maar ik doe dat wel vaak. Als ik een dagje niet hoef te werken of als ik uit mijn slaapdienst kom, dan heb ik zoiets van, joh, ik hoef verder nergens heen vandaag.
ik trek lekker een huispak of pyjama-achtig ding aan en ik heb gewoon lekker een chill dagje. En dat is dat niet erg. Maar als je dat op heel veel vrije dagen gaat doen, dan gaat een beetje het bijzondere, ontspannen gevoel gaat eruit. Dan wordt het een soort van standaard. En het voelt niet zo heel relaxed om te weten dat ik op mijn 33ste de standaard heb van pyjama dagen. Weet je, dat voelt 80 in plaats van 33. Dus je denkt, laat ik dat maar even terugdraaien. Dus ik heb niet met mezelf een afspraak gemaakt. Ik heb 1 keer in de week pyjama dag. Dan is het echt nog gewoon bijzonder. Dan is het een leuk dingetje. En dan heb ik ook gewoon nog een beetje een routine in mijn dag. Ook als ik vrij ben. Weet je, want als je zoiets hebt van ik heb pyjama dag, dan blijf je wat langer in bed liggen. Dan heeft je dag wat minder inhoud. Terwijl als je met jezelf hebt afgesproken van joh, vandaag is niet die pyjama dag. Dan kom je in je nest uit, ga je douchen, ga je aankleden. En dan bedenk je echt actief wat je met je dag kan gaan doen. Dus ik denk dat mij dat ook wel gaat helpen om voor mezelf wat actiever te blijven. En wat makkelijker dingen te doen die ik echt wil doen. En die ik voor mezelf ook moet doen. Zoals studeren, zoals actief creëren, actief aan mijn business werken. En dat zijn dingen, het is veel moeilijker om dat te doen in je pyjama, als dat je dat doet als je gewoon aangedoucht en aangekleed bent. Want je mind heeft eigenlijk al besloten, oh, je hebt je pyjama aan, dus het wordt een relaxed dag. Dus we gaan niet al te hard werken. Dat is gewoon, dat vertel je jezelf dan. Het is namelijk aangelinkt. En als je naar bed gaat, dan denk je mind ook van, oh, ik hoor nu te gaan slapen. Weet je, dat als je dan eenmaal zo is aangewend, dan doe je dat. En dus ik heb nu bedacht van, ik doe gewoon 1 keer in de week een pyjama dag. En alle andere vrije dagen moet ik gewoon op tijd mijn nest uit en ga me gewoon aankleden. Dus ik verwacht ook wat meer productiviteit wat dat betreft. Wat best goed uitkomt in 1 jaarprogramma zijn we nu ook heel erg met doen bezig. En met plannen maken en ook echt uitvoeren. Dus dit is een leuke stap wat daar weer heel goed op aansluit op de een of andere manier. Dus dat is wel geinig. Samen met natuurlijk dat ik gewoon lekker bezig ben met mijn business op te bouwen. Dus dat voelt heel relaxed. En begrijp me niet verkeerd, hè? Een pyjama dag kan ook heel goed zijn. Want in een pyjama dag, in zo'n relaxte modus, kan je vaak alweer heel goed dingen creëren. Want creëren vanuit moeten is heel lastig en creëren vanuit rust is heel makkelijk. Wat ik zeg, als je dat te vaak doet, dan gaat ook die jeu daar een beetje uit. Dus 1 keer per week. Mooi afspraak met mezelf. Dus dat wordt hem vanaf nu. En ja, het is einde van de week zo'n beetje. Het is nu zaterdag, morgen zondag. Morgen gewoon werken. Ik kom vandaag uit mijn nachtdienst. Dus nu een relaxed dagje. Maar zoals je ziet, ik heb gewoon lekker een jurk aan. En ik heb mijn legging aan. Dus gewoon weer lekker gekleed. Ja, geen pyjama dag meer. Nee, weet je, het is goed zo. Het is fijn. Ik ben nog 81. Ik hoop het ooit wel te worden. Maar zolang ik nog 33 ben, moet ik mezelf nog even een schop onder mijn hol geven. En gewoon lekker actief blijven. En als je actief wil zijn in het leven, betekent het met actief beginnen. Dat noemen ze ook wel primen. En je kan jezelf primen op wat je een dag wil gaan doen. En dat betekent het gewoon een goed begin. Goed ontbijt, op tijd opstaan, een bepaald plan voor je dag, een bepaald ritme. Wat ik zeg, douchen, aankleden, gewoon al die stappen doorlopen. En dan ben je klaar voor datgene wat je wil gaan bereiken. Het leuke is, een vrije dag is ook veel leuker als je gewoon bepaalde dingen bereikt hebt aan het einde. En het hoeft allemaal niet zo streng als dat je dat zou doen als je op werk bent. Maar toch op een vrije dag bepaalde dingen gedaan hebben voelt gewoon goed. Bijvoorbeeld vandaag, ik kom uit mijn slaapdienst. Ik heb gesport. Ik heb gestudeerd. Ik heb gemediteerd. Draai nu een wasje. Strakjes ga ik de afwasmachine aanzetten. Nu een filmpje. Zometeen er even wat betalingen doen. En zo ben je gewoon lekker bezig. En dan is zo'n dag, die gaat dan ook gelijk, die voelt een stukje, gewoon beter besteed. En dat geeft je gewoon een beter gevoel van mezelf. Dus dat is eigenlijk een hele goede deal. Eigenlijk stom dat ik het niet eerder gedaan heb. Want ik had altijd het gevoel van, ontspannen. Vrije dag betekent echt bewust ontspannen. Maar
als je iedere vrije dag zo ontspannen bent, dan is het ook niet meer ontspannend na een tijdje. Dus nou ja, genoeg gepraat over dit onderwerp. En eigenlijk gewoon genoeg gepraat voor nu. Want ik had geen onderwerp om over te lullen. Toch gedaan. Hey, kom er altijd alweer uit, hè. We zitten weer gewoon lekker op iets over de 10 minuten. Dus ik vind hem weer helemaal goed voor vandaag. Ik wens jullie allen een ontspannen weekend. En ik zie jullie in de wintertijd volgende week. Tot dan. Hoi.